Hey beste tramfans, zoals jullie weten, zaterdag 23 september hebben we aan de kust afscheid genomen van de oude kusttrams, de oude BN ASEC trams. En het was een hele gebeurtenis, echt waar, het was een fantastisch feest. Hoe triestig het ook is om ergens afscheid van te nemen natuurlijk, maar het was mooi. Het is echt mooi gedaan en als je wil weten hoe dat er precies uitzag, wel, blijf zeker kijken naar deze vlog die ik erover heb gemaakt. Goedemorgen, beste tramfans. Ik ben in Oostende aangekomen op de Nieuwpoortse Steenweg. Daar is blijkbaar de stijlplaats van de lijn Oostende. En daar gaat vandaag het afscheidsevenement door. Het afscheid van de oude kusttrams. Jawel. Na 40 jaar moeten we er afscheid van nemen. Nu, ik hoop dat ik een aantal mensen tegenkom die mij er nog iets meer over gaan vertellen. Er is ook van alles te doen op die locatie. Ik ben er bijna. Een van die oude trams staat trouwens te wachten. Dus ja, ik ben benieuwd wat het gaat worden. En jullie kunnen dat meevolgen hier op mijn kanaal. Dit is de BNLRV, ofwel afkorting van La Brugeoise Hénéville Light Rail Vehicle. Ze zijn gebouwd door La Brugeoise te Brugge en ASEC te Charleroi voor zowel de kusttram, het net in Henegouwen en de metro van Manila. In de zomer van 1981 begon men trouwens deze trams in te zetten op de kusttramlijn samen met het klassieke materieel tussen Oostende en Knokken. Vanaf 1 september hadden zij het Rijk alleen. 1 september 1982 dus. Door de eenmansexploitatie bleek het trouwens ook economisch verantwoord om ook in de winter elk half uur te rijden met deze trams. Vanaf 3 november 1981 werden ze ook gebruikt op lijn 62 tussen Charleroi en Gosselies. Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ondertussen ben ik hier ook al een aantal uurtjes, al hebben we iets meer dan een uur. En we zijn afscheid aan het nemen van dat type tram, de BN ASEC tram. Er gaan er 3 van naar het museum hier aan de kust en de rest gaat spijtig genoeg naar de Schroothoofd. Het is voor vele mensen natuurlijk een beetje een nostalgisch moment. Veel collega's van de kust hier hebben nog met deze trams gereden tot voor kort. We moeten hier nu definitief afscheid van nemen. Het zijn ook samen met de PCC's een van de beste trams die we ooit hebben gehad in België. Nu, er is nog 1 plek waar je er elke dag mee gaat kunnen rondrijden en dat is in Charleroi. Ja. Ik heb hier eindelijk iemand gevonden die mij een klein beetje uitleg kan geven en ook een beetje inzicht in de BN-trams, namelijk Thomas. Dag Thomas. Hallo. Hallo. Hoe lang ben je als chauffeur hier aan de kust? Aan de kust, ik zit in Knokken eigenlijk. In Knokken? 7 jaar. 7 jaar? Ja, waarvan 6 met de tram. Dat begint ook al, hè? Begint stilletjes aan. Nu, het grote verschil is, maar dat ga ik er wel bij vertellen, zij moeten beide kunnen rijden, dus zowel tram als bus. Ja. Dat hebben we in Antwerpen niet. Daar zijn we van vrijgesteld. Vroeger was dat wel zo. Dus Thomas kan met alle 2 rijden. Nu, met wat rij je het liefst? De tram of de bus? Oh, toch de tram. Lichte voorkeur naar de tram. Ja. Ja. Zeg, Thomas. Nu, jij hebt waarschijnlijk ook nog met die BN-trams natuurlijk gereden. Ja, dat klopt. Nu zijn er de nieuwe trams voor jullie hier aan de kust. De CAF.
Wat is jouw favoriet? De BN-tram. De BN. Ja, ja, zonder twijfel. Dat is zoals bij mij de PCC-tram. De PCC-tram, ja, is een beetje gelijk uit. En wat is er zo goed dan een BN-tram? Wacht, we gaan een klein beetje draaien. Oh, pas op, pas op. Thomas, wat is er nu zo uniek aan die BN-tram? Wat maakt je zo goed? Goh, wat dat echt uniek maakt, is toch de klakson. De bijhorende klakson, die je van heel ver kan horen. Uh-huh. De nieuwe kaf, ja, het geluid is redelijk gelijkaardig, maar het is veel stiller. Hè. Beetje woesie-tram, hè? Ja, eigenlijk wel. Misschien niet zeggen, maar die klakson van de BN, dat is legendarisch natuurlijk. Ja, hè? Iedereen die aan de kust is geweest, die heeft dat ooit al gehoord. Ja, tuurlijk, je kan niet zonder. En voor de rest, qua rijden en besturing? Qua besturing, de BN zit met de voetbediening. Dus je hebt handen vrij voor... Zoals de PCC-tram eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja, je wil water drinken of zo, of voor je deur of zo, en je hebt direct je handen vrij. Dan ook, je rijdt 75 per uur maximum. Ben je jaloers op je, Thomas? Vroeger was het zelfs 90, als ik me niet vergis. We zijn dat voor de veiligheid lager gemaakt, maar nu is het nog altijd 75. Wij moeten het doen met 50 per uur in Antwerpen. 50 per uur. Ja, inderdaad. Maar soms komen er Hermelijns in de zomer van jullie naar ons. En die worden aangepast van 50 ook naar 70. En vergeten zijn nooit eens niet? Nee, dat je daar zo op een recht stuk zit en dat je dat niet gaat perkinnen. Stop dan even, nee. We gaan eens even op een been trekken. Ja, dat is goed. Jij hebt nog een sleutel. Ik heb nog een sleutel. Te geraken. En dan is dit de eerste keer in mijn carrière als tramchauffeur dat ik ook eens in de cabine ga zitten van een BN-tram. Dat is dus de bestuurderscabine van de BN-tram. Wat mij wel opvalt, Thomas, als mijn camera wilt scherp zitten natuurlijk, voilà. Ja. Dat een tram precies wel breder is dan die van ons in Antwerpen. Ken je? Normaal niet. Normaal zijn ze bij jullie breder. Ja, ik was mis. Ah. Je bent inderdaad 10 centimeter breder. 10 centimeter breder. Dus want als de Hermelijn van bij jullie naar hier komt, moet ze aan de buitenkant een extra, aan de deur een extra treretje maken, zodat hij beter aansluit op onze haltes. Ja, en dat is wel de reizigers tussen het perron. Dat zou kunnen gebeuren. Pijnlijk. Inderdaad. Nu, wat mij opvalt bij het dashboard van de BN-tram, dat ziet er helemaal anders uit dan dat van de PCC bijvoorbeeld, want ik zal het daarmee vergelijken met de PCC-tram. Ja. Het enige wel de voltmeter, die hebben we ook. Nu, de boordcomputer is een boordcomputer, die is er later ingebouwd, heb je gezegd. Inderdaad. Ook de lijnfilm is later ingebouwd. Ja. Maar dus de snelheidsmeter, die is helemaal anders dan die van ons. Want bij jullie is eigenlijk, wacht, ik ga het laten zien, kijk. Dus het is dat linker wijzertje, naarmate je rapper rijdt, dat gaat opschuiven naar rechts. Bij ons is het echt zoals in de auto een cirkel. Ja, dat is niet. Hier is het gewoon dat wijzertje dat naar rechts gaat bewegen. Al die knoppen hier, dat is de bediening natuurlijk. Ja, dat zijn allemaal foutmeldingen. Ja, dat is een foutmelding. Ja. Oké. En dan heb je denk ik de richtingskruk nog. Ja, inderdaad. Klopt, hè? Dus staat hij op vooruit, neutraal. Staat hij naar beneden, staat hij achteruit. De deuren, als je die activeert, gaan die dan allemaal tegelijkertijd open, Thomas? Of, Nu staan ze op vrijhaven, inderdaad. Mm-hmm. De middelste knop, staan ze allemaal open. Hij spiegelklapt mee uit. Ah, oké. Doe je nog een keer, gaan ze allemaal toe. En wat is de knop, de geheime knop van die beruchte klakson? Die staat hier. Hier staat de knop van de klakson. Die gaan hier allemaal verschieten. Ja. Voilà. Dat wil ik op ons tram zien hebben. Goed, dan gaan we nog eens even door de tram wandelen, Thomas. Mogen de mensen ook met een fiets op de tram hier? Ja. Inderdaad, de enige plaats in België. Misschien zelfs in het buitenland, dat ook niet veel, ik weet het niet. Maar in België sowieso de enige plaats. Dat en dat is ook in de middenbak dan, of vannacht? Bij de kaf is dat op verschillende plaatsen, is dat zelfs voorzien. Maar hier op de BN's was dat enkel en alleen vanachter. Ah ja, bij ons mogen ze alleen met geplooide vouwfiets op de trams. Hier mag de fiets in zijn geheel. Ah, ja. Het is wel te betalen, het is 2 euro per ticket. Zeg, en hier zijn we een achtercontroller, neem ik aan. Dat is de hulpstuurpost. Oeh, hij staat open zelfs. Je moet redelijk lenig zijn om de achtercontroller te bedienen. Hè? Ja. Dus de mensen aan de kust zijn heel lenige tramchauffeurs. Dat zou nu ook niet zijn, maar we doen ons best. Leniger dan bij ons in Antwerpen, neem ik aan. Leniger. Nee, maar die zegt wel, ik heb het altijd wel ook prachtige trams gevonden. Dat is een icoon, hè? Ja. Want je weet, ik ben een grote PCC-fan natuurlijk, omdat ik er zelf een groot deel van mijn carrière mee gereden heb. Maar toen ik aan de kust was, vond ik dit altijd ook imposante en knappe trams. Ik heb eigenlijk, ik ga heel eerlijk zijn, Thomas, ik heb er veel te weinig mee meegereden met deze trams. Ik kan het op één hand tellen. Het is een icoon, hè.
Tuurlijk dat. Ook van uiterlijk. Wij vergelijken hem vaak met een mini-treintje, omdat hij zo robuust en stevig is. Ja. Iets meer dan 40 jaar heeft hij hier gereden. En ik denk niet dat er nog trams zijn, nu of in de toekomst, die zo lang... We zitten hier ook met weer en wind. Het zoute karakter van het zeewater, zand ook nog eens. Het zand. Dus ze zien af vooral door het zoute water eigenlijk. Het zoute water natuurlijk, dat vreet op alles in. En zeker metaal natuurlijk. Ja. Dus ja, het zijn wel tremmetjes die hebben bewezen inderdaad dat ze goed waren. Zelfs als de PCC's bij ons zijn. Ja. We gaan even terug naar buiten. Ja? En dan gaan we eens naar die tram hiernaast. Ja? Want er staat ook een enorm boeiende tram. De werktram denk ik dat is. Thomas. De gele tram. De gele tram. Ja. Nu, er staat op sleeptram. Sleeptram in de volksmond, allee, onder ons chauffeurs, is dat de Manila. De Manila? De Manila. En dat is inderdaad, staat erop, de sleeptram, dat is voordat de tram in pannen valt, dan komt deze erachter. Dat is één speciale tram die al onze trams komt opsteken. En waarom noemen we die de Manila? Geen idee eigenlijk. We kunnen er niet op de sleeptram. Ja. Geen toegang. Dus dat er een tram in pannen viel... Ja, maar die zit eigenlijk vol met werkmateriaal. Voor kleine dingen te herstellen of voor hem correct te kunnen slepen. Maar zoals je ziet, je legt af, maar een tram die af ligt bij ons, die treden steken automatisch uit. Oh ja. Waardoor dat niet overal zou kunnen passeren. Dus om dat op te lossen, moet je elke deur met een soort spie. Dus dat is een houten blokje. Dus doe dat toe. Houten blokje daaronder. Direct kloppen met een hamer en dan blijft dat zitten. Kijk, wat anders valt dat er altijd uit. De technologie van de jaren 80. Ja, inderdaad. Dus die zit vol met werkmateriaal, heeft ook deuren aan beide kanten. Dat is de enige tram aan de kust die deuren heeft aan beide kanten. De enige tram met deuren aan beide kanten. Waardoor dat ook gemakkelijk in beide... heeft ook voor twee volwaarden stuurposten. Voor in beide richtingen. Ah, dus aan de andere kant is ook nog een stuurpost. Ja, ja. Oké, okay, nice. De enige tram ook aan de kust die dat heeft, voor vlot te kunnen in beide richtingen rijden. Maar die gaat er ook uit nu. Ook aan het museum of volledig weg? Ja, ja. Hoe lang rij je ondertussen al met de CAF-tram, Thomas? Met de CAF-tram, dat gaat nu een kleine 2 jaar zijn. Maar in het begin waren er een paar trams. En was het zo af en toe dat je eentje aan je handen kreeg. En naarmate dat we nu dichter bij vandaag kwamen, was er meer en meer CAF en minder BN. Oké. Okay. Dus het gaat een kleine 2 jaar zijn dat ze in dienst zijn bij ons. En wanneer is de laatste keer dat je met de BN-tram hebt gereden? Oh, dat gaat toch van nu al 2 weken geleden zijn. Ik ben een week in verlof geweest. En de laatste dag dat hij rondreed, reden ze allemaal rond. Hetgene dat hier was. Maar heb ik niet moeten werken. Dus. We worden helemaal niet in verlof gegaan, Thomas. Ja, maar ik voelde... Dat is ook nodig, dat is ook nodig. De dag voor het verlof, dat had je de laatste keer zijn dat ik in mijn handen heb. En inderdaad, was zo. Maar het is wel mooi wat ze doen om hem toch nog eens even in de bloemetjes te zetten. Ja, inderdaad. Maar hij is geliefd zowel bij chauffeurs als bij vele fans. Veel toeristen. Ah, ja, tuurlijk. Het is een icoon. Het is, als je de neus ziet, als je hem ziet afkomen, het is iets speciaals. Het is ook een tram enkel alleen voor de kust. Hè. Nu heb je de CAF, die rijdt ondertussen in Antwerpen. Komt misschien in de toekomst. Niet alleen de kust eigenlijk, Thomas. Charleroi. Onze collega's in Charleroi hebben ook hetzelfde type tram. Ja, inderdaad. Die hebben hem nog wel onlangs laten reviseren. Ja. Helemaal. Ja. Daar zijn ze helemaal opgekalfaterd, zoals ze zeggen. Niet meer, vind ik. Nee, het is wel geel. Het is redelijk geel. Ja, dat wel. Oh, je ziet hem tenminste goed aankomen. Goed, Thomas, ik kon je laten doen, want ik heb je al zo lang opgehouden. Nee, geen probleem. Leuk om u te leren kennen. En ik hoop dat ik hier eens terugkom wanneer ik aan het rijden ben. Altijd welkom. Voilà. En ik zou zeggen, maak er nog een leuke dag van. Dat moet zeker doen. Jij ook. Ja, merci. Dank je wel. Dag Thomas. Salut. Salut. Tada. Ik sta hier bij ook een grote groep tramfans. Jij hebt geen t-shirt? Nee, dat niet, maar ik heb wel een grote been. Deze jongen heeft wel een t-shirt. Hoe kom je om dat t-shirt? Van Migrantse Sheiks. Oké. Ik kom van Olong en we hebben laten maken. Oké. 20 euro voor zo'n t-shirt. Ligt er dan voor mij maar al jaren op zijn? Dat t-shirt en dat t-shirt. Ik heb dat eigenlijk gewonnen op de hand. Ja.
Ik was aan het scrollen. Dames en heren, voor de mensen die hem nog niet kennen, ja, is de, goed, dit is de Leon. Leon is redelijk bekend, berucht bij de lijn. Op tweedehands. Ja, maar dat is nieuw. Maar dat staat tweedehands. Dat is een man dat maakte en dat staat tweedehands, maar dat is nieuw. Deze sympathieke mevrouw die heeft mij er net deze prachtige kustbalpen overhandigd. Nu, wat is er uniek aan deze balpen? Er zit een briefje in, hè? Dus je kunt dat eruit halen. Je kunt een tekst schrijven, dan smijten dat in de zee. En dan hoopt dat dat ergens aankomt, dat er iemand dat leest. Dan kan je onmiddellijk terug een antwoord erop schrijven en dan terug in de zee. We moeten wel zien dat de stroming juist staat, want anders dan komt het nooit niet aan natuurlijk. Maar nee, het is echt dikke merci. Echt waar, dankjewel. Wat is uw naam trouwens? Linda. Linda. Dankjewel, Linda. Graag gedaan. Linda, echt waar, dikke merci. Echt waar. Graag gedaan. Apprecieer het enorm. Ja, leuk jong. Delijn.be kustram. Linda, zelf gereden met de kustram? Nee. Nee? Wel opgezeten als kind. Ah ja. Dat is mijn event. En dan toch niet meer. Ah ja. Ah ja. Dat kan geen kwaad. Dat is het leuke aan de filmpjes natuurlijk. Ja, ook zo heel erg. Ja, voilà. Beste mensen, als je de bus nodig hebt. Ja, deze. Wat is uw naam? Bruno. Bruno, bij de Bruno. In Brugge. Dat is wel goed, BNB. Bruno in Brugge. Nu, ik heb het een en het ander gekocht, dat ga ik laten zien als ik terug thuis ben. En er zijn ook twee dingen bij die ik ga weggeven op mijn YouTube-kanaal. Dus zorg dat je zeker en vast kijkt en dat je het in doog houdt, want ik ga twee dingen weggeven en die kan je winnen door bepaalde dingen te doen. Ja, moet niet veel doen. Dat zeker niet, maar zeker en vast in doog houden. En wie weet kan je dan wel een van die mooie prijzen winnen die ik dus in een van die zakken heb steken. Ik ga straks laten zien wat het precies is. Het is echt voor de tramliefhebbers. En deze mannen zijn ook twee grote tramfans. Volgen mij ook al een tijdje. Wacht, ik moet dat hier een beetje lichter zetten, want mijn camera is nogal een donkere aan de lichte kant. Mannen, plezant vandaag? Tuurlijk. Weet je leuk, tuurlijk. Voilà, gaan we zo dadelijk ook meerijden met de tram? Ja, tuurlijk. Hè, dat ik niet. Wat is jullie favoriete tram? Ofwel de B6139 of het prototype 6111. Die staat hier ook. De CAF. De CAF, hè? De prototype 6111. Ah, is dat het prototype? Dat is het prototype. Dat was de eerste tram. Dat hier kwam. Oké. Die had ik zelf wel eens willen testen. Het prototype. Hier, ja, maar ik mag hem niet testen. Oh, jammer. Leuk om jullie tegen te komen. Ja, ik zou zeggen, nog veel plezier. Dank u wel. En, er zitten hier een aantal dingen in die ik ga weggeven. Dus. Oh, veel succes. Ja, ja. Houd die nog. Ik hou je nou. Goed. Houd in door, zou ik zeggen. Zal ik zeker doen. Cool, mannen. Salut. Dag, hè. Salut. Bye bye. Hetgeen wat ik zeker nog moet proberen, is met een tram, uiteraard. Met een BN-tram. De laatste ritten. Rietje met de BN-tram langs de kustlijn. Allee, niet de volledige kustlijn natuurlijk. Een stukje prachtig. Nu, zoals jullie hadden gezien in de video, heb ik natuurlijk tijdens het mooie afscheidsevenement van de oude kustrams een aantal dingen gekocht aan de verkoopstand die er stond. Jawel, kijk, voilà. Dat zijn ze. De twee zakjes met een heleboel dingen in. Nu, ik ga beginnen met dit zakje hier. En hierin zit er een hele mooie tas van de lijn.
voilà, vrij sober. Kan je een iPad of een laptop insteken. Nu, ik heb er nog een tweede. Ja, die gaat naar de giveaway die ik binnenkort ga doen. Dus dat was zakje nummer 1. Voilà. En dan is er ook nog zakje nummer 2. En wat zit daar zoal in? Wel, dat gaan we direct ontdekken. Voilà. Kijk, dit is al één ding dat ik heb gekocht. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Eentje ga ik er open doen. De andere is ook een giveaway. Maar deze is voor mezelf natuurlijk. Voilà. Zo. En dan moet ik natuurlijk zien dat ik die nog een beetje deftig open krijg. Zo. Ah, voilà. Is echt mooi, hoor. Oeh, die is mooi. Echt waar. En wat is het? Het is een PCC Atelier de Bruges uit 1949. Kijk. Kijk hoe mooi. Echt waar. En die... zit ook op een soort van rail. Je kan hem er, je zou hem er kunnen afwijzen natuurlijk, de PCC. Maar kijk hoe mooi dat die is. Ja. Eén ding spijtig, het is er één met de Panto vooraan. Verschrikkelijk vind ik dat Panto hoort achteraan de tram te zijn. Ja, ik weet niet voor waarom, maar ik vind het esthetisch meer verantwoord om de Panto op de andere plek te hebben. Nu, dat kan ik misschien nog wel voor mezelf aanpassen. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen met degene die ik ga weggeven, want ik heb er ook eentje om weg te geven. Jawel, ook zo eentje. Ook van dit heb ik dus een extra die ik in een giveaway ga weggeven. Dus hou het zeker en vast in de oog. Dan heb ik dit ook nog gekocht. Nog een trammetje. Nu, het is een trammetje uit het Oostblok. Ik vermoed een Tatra-tram of zoiets. Er staat ook niet veel informatie bij. Dus we hebben deze tram nog helemaal in metaal. Hij geeft ook nog licht. Tja, ik weet eigenlijk niet wat voor model het is. Het staat er niet bij. In ieder geval staat spijtig genoeg op de doos niet meer informatie op. Maar het is wel een schaalmodel in metaal. Dus dat is wel heel mooi natuurlijk. Ik ga de mijne terug in de doos steken. Voilà, die maak ik volgende keer nog wel los. En ook van deze heb ik nog een extra model die ik in de giveaway ga weggeven. Dus hou dat zeker in de oog. En dan heb ik nog voor mezelf. Ja, en daarvoor moet je dan naar de kust gaan, naar het afscheid van de BNV's. Ik heb nog dit boek gekocht. Tingeling, 150 jaar tram in Antwerpen. Maar ik wilde dit boek zo graag hebben dat ik hem daar heb gekocht. Maar hij is ook online nog verkrijgbaar op de website 150jaartram.be met daarin de geschiedenis van de Antwerpse tram met een heleboel mooie foto's erbij. Dus dat moet ik ook nog lezen natuurlijk. En dan heb ik dus nog die pen die ik van Linda heb gekregen. Jawel, dankjewel Linda. Het is echt heel leuk. En die kan je dus openvijzen. Er zit een papier in en daar kan je dus een boodschap opschrijven of wat dan ook. Als je dringend een papiertje nodig hebt. Dus dat zijn de dingen die ik daar heb gekocht. En ik zeg het al, ik zei het al. Ik ga een van de komende weken een giveaway doen waarin ik dus deze tram weggeef, de mooie PCC-tram en natuurlijk zo'n tasje van de lijn. Dus hou het zeker in het oog. Blijf zeker mijn socials goed volgen en wie weet kan jij binnenkort een van die dingen winnen via mijn kanaal. Dus dat gaan we nu nog niet doen. Nu geven we het nog niet weg. En je moet ook niet liggen smeken van oh Yves, krijg ik het alsjeblieft. We gaan het doen aan de hand van een klein wedstrijdje, zal ik maar zeggen. En dan wie weet, kan je een van deze mooie prijzen winnen? Of misschien geef ik ze alle drie in één keer weg. Ik moet er nog eens over denken wat ik ermee ga doen. En dan laat ik jullie dat zeker op tijd weten hier via mijn socials. Zo, dat was het dus, hè.
Ja, we hebben definitief afscheid genomen van de BN-kusttram die ons 40 jaar lang langs de mooie Belgische kust heeft vervoerd. Nu, je weet het, er zijn er nog 3 die overblijven. Die worden beheerd door het TTO, dat is het museum aan de kust. En af en toe zullen die trammetjes nog wel eens langs de kustlijn passeren, maar natuurlijk niet meer in dagelijkse formatie. Dat is nu weggelegd voor de nieuwe trams, de KAF-trams, de lange geleden trams uit Spanje. En nu is het aan hen om ook een rijke geschiedenis te schrijven daar aan de Belgische kust. Nu, een droom van mij is om ooit zelf eens een tram te mogen besturen aan onze Belgische kust, om zo eens langs die mooie kustlijn zelf te mogen rijden als chauffeur. Het voordeel is, we hebben allebei in Antwerpen en aan de kust nu dezelfde type tram, dus ik kan er al mee rijden. Langs de andere kant, er zijn misschien een heleboel andere reglementen die aan de kust gelden dan in Antwerpen. Dus wie weet kunnen we het in de toekomst waarmaken om dat eens gedaan te krijgen. Het is in ieder geval een droom van mij. Het zou mooi zijn dat ik die ooit eens kan waarmaken. Want ik denk dat het toch wel fantastisch moet zijn om met een tram langs de Belgische kust te rijden natuurlijk. Tot slot wil ik graag iedereen van de tramexploitatie West-Vlaanderen, Kust Oostende, of wat moet ik het ook zeggen, de lijn West-Vlaanderen bedanken voor deze mooie dag, voor het warme onthaal. Echt waar, het was fantastisch. Ik heb met een heleboel toffe mensen gesproken, zowel mensen die werken voor de lijn als gewone tramfanaten. Het was fantastisch om jullie allemaal te ontmoeten. Echt waar, dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik heb leuke gesprekken gehad. Ik heb ook weer al veel bijgeleerd. Denk er maar aan Thomas, mijn collega uit Knokke, die met de tram rijdt, die ons het een en ander heeft uitgelegd over de BN-tram. Echt waar, dikke merci. En al die andere collega's die ik daar ben tegengekomen. Ik wil ook iedereen bedanken voor de inzet die ze hebben gedaan voor dit evenement tot stand te brengen. Zowel vrijwilligers als de mensen van de lijn zelf. Het was echt top. Het was mooi weer, het was prachtig. Allee, het was gewoon een fantastische dag. En hopelijk heeft iedereen daarvan genoten. Voor de rest, heb je vragen, opmerkingen of wat dan ook, zet ze beneden in de comments. Ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden. Heb je nog ideeën of wat dan ook, mag je die er ook altijd bij zetten natuurlijk. Vergeet me zeker niet te volgen op al mijn socials. Instagram, TikTok, Facebook en natuurlijk hier op YouTube. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, alsjeblieft, ik apprecieer het enorm. Mocht je dat wel doen. En vergeet ook zeker niet mijn video te liken. Als je deze beide dingen doet, dan kan mijn kanaal verder groeien. En kunnen we natuurlijk naar de toekomst toe nog meer leuke video's maken. En ja, er staat nog heel wat op de bucketlist. Er zijn heel wat aanvragen binnengekomen van dingen die ik mag gaan filmen. Wanneer dat allemaal in orde gaat komen, dat weet ik nog niet. Maar we doen ons best. En voor de rest zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Tot een van de volgende keren. En blijf zeker een tramfan.